Hallo iedereen, je hebt voor de vakantie al een script geschreven voor een podcast en je hebt die ook al opgenomen. Deze week gaan we gewoon nog verder met de afwerking. We gaan een achtergrondmuziekje bij je podcast zetten. Normaal gezien heb je ook met het vorige filmpje al het programma Audacity gedownload. Het enige wat we nu nog moeten doen is eigenlijk gewoon een liedje gaan kiezen dat op je achtergrond terecht zal komen. Daarvoor ga je gewoon naar YouTube en ga je gewoon een leuk liedje kiezen. En je gaat daarvan de link kopiëren. Daarna ga je naar het opdrachtendocument dat je van mij hebt gekregen. En dan zie je hier een link staan waarmee je een liedje van YouTube kan gaan downloaden. Je klikt er met de rechtermuisknop op en je zegt hyperlink openen. En dan kom je meteen op deze website. Je gaat daar de link plakken van je liedje en je zegt video converteren. Daarna ga je gewoon klikken op downloaden. Je ziet hier links onderaan is het liedje meteen gedownload. Daarna gaan we het programma Audacity openen. Dat heb je normaal gezien dus al geïnstalleerd. Je klikt gewoon op OK. En dan zie je dat hier nog in het midden nog niets staat. We gaan daar twee zaken moeten toevoegen. Dat is eerst en vooral de opname van je podcast van voor de vakantie en het liedje. We gaan naar bestand en importeren. Audio. En dan gaan we eerst beginnen met de opname van je podcast die je toen hebt gemaakt. Ziezo, bij mij staat hij hier. Je dubbelklikt daarop en dan zie je dat hij er meteen in terechtkomt. Bij mij duurt hij slechts 10 seconden. Bij jullie zou het een heel stuk langer moeten zijn natuurlijk, hè. Daarna gaan we het liedje importeren. Bestand, importeren, audio. Dat zal normaal gezien met download staan, want die hebben dat net gedownload. En dan zie je inderdaad hier bovenaan het liedje gewoon staan. Je dubbelklikt, je wacht heel even. En dan zie je inderdaad dat het liedje hier onderaan is bijgekomen en dat hier bovenaan nog altijd je audio-opname van je podcast staat. Die lijkt nu zeer klein geworden te zijn, dat is absoluut niet zo. Dat is gewoon omdat het liedje een heel stuk langer is. Ik ga al een stukje van mijn liedje moeten afknippen, want ik zou graag hebben dat het liedje even lang duurt als mijn podcast zelf. Hoe doe je dat? Je klikt en je sleept op het stuk van het liedje dat je niet meer gaat nodig hebben. Dus je gaat eigenlijk aanduiden dat je gaat verwijderen. En je klikt op de schaar. Zo, dat is verwijderd. Daarna kunnen we terug een beetje gaan inzoomen door hier op het plusje te drukken. Voilà, en dan zie je dat hier je podcast staat en hier onderaan gewoon achtergrondmuziek. Het enige probleem dat we nu nog hebben is dat de muziek en je podcast even luid zullen afgespeeld worden. Dat is niet echt oké, want dat gaat heel storend werken. Wat ga je dan doen? Je gaat hier onderaan bij je liedje ervoor zorgen dat dat een heel stuk zachter wordt afgespeeld. Je ziet hier een min en een plus staan. Je gaat gewoon de knop iets meer bewegen naar de linkerkant, dus naar de minkant, zodat het liedje een heel stuk zachter wordt afgespeeld. Hoe ver je dat juist zal moeten bewegen, goh, dat hangt een beetje van het volume van het liedje zelf af. Ik doe het altijd één streepje en ik klik even op play en ik luister. Wanneer jij duidelijk verstaanbaar bent en de muziek gewoon op de achtergrond zit, is het eigenlijk perfect. Wanneer de muziek toch nog iets te luid is, dan ga je het gewoon iets verder naar de minkant zetten. Is de muziek te zacht, ja, dan ga je iets meer naar de pluskant terug moeten gaan. Wanneer je dat hebt gedaan, ben je eigenlijk volledig klaar. Je gaat gewoon klikken op bestand en we gaan dit exporteren als een MP3-bestand, zodat het als een audiobestand ook bij mij kan aankomen. Je klikt. Je gaat naar de juiste plaats voor je document op te slaan. Bij mij zal het gewoon mijn documenten zijn. Je geeft het meteen de correcte naam: bram.janssens.podcast met muziek. En ik klik op opslaan. Dan gaat Audacity gewoon nog even zeggen: bent u er zeker van dat we alles mogen samenzetten? Dan mogen we gewoon klikken op oké. Dit ga je gewoon niet moeten invullen, dus gewoon op oké klikken. En dan ben je eigenlijk klaar. Het enige wat je dan nog moet doen is de podcast op de juiste plek uploaden. De juiste naam hebben we al gegeven. Dus eigenlijk heb je niet veel werk meer. Heel veel succes.